ga zo naar Ellie. En Ellie die gaat boekwijd grutten maken. Dat is een heel oud Gronings gerecht. Ik ken het niet. Het heeft iets te maken met armoe eten, geloof ik. Ik heb het nooit gehad. En ja, ik ben eigenlijk benieuwd of het hier wel groeit in Groningen. Maar als ik zo naast mij kijk, dan zie ik alleen maar lege velden. Echt helemaal nog niks. Dus ja, ik ga nog even verder zoeken. Je weet het nooit. Ik zie daar een kwekerij, Aurora. Ik ga gewoon hier dus vragen of ze hier misschien boekwijd hebben. Kan mij het schelen. Lege handen komen, is ook niks. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Er wordt heel hard gewerkt hier. Nou ja, ik doe mijn best. Ja. Hey, is dit heel toevallig boekwijd? Nee, dit is toevallig helemaal geen boekwijd. Jammer, ik dacht, ik hoopte dat dit boekwijd is. Ja, nee. Heb jij boekwijd? Nee, wij hebben geen boekwijd. Oh. En dat wordt ook niet in Groningen verbouwd. Nee. Helemaal niet. Helemaal niet. En ik maar op zoek? Ja, nee, dat wordt niet op kleigronden verbouwd. Dat wordt op zandgronden en veengronden verbouwd. Oh, dus dat is de reden? Dat is de reden. Aha, ja. Maar hoe herken ik dat dan, boekwijd? Hoe ziet dat eruit? Nou, het is sowieso geen graansoort. Het is een soort bloem, zeg maar. En het zaad ervan wordt gebruikt voor boekwijd. Dus jij kunt me daar niet aan helpen? Ik kan je er niet aan helpen. Niemand dus hier in Groningen? Nee. Nee. Nou, dan moet ik maar naar de winkel halen. Ja. Wel een pak. Ja, het is niet anders. Okay. Nou, heel erg bedankt. Ja, is goed hoor. Yo, ja, doei. Vroeger kreeg ik boekwijd grutten als armoede heet eten. En nu is het helemaal hard. Ellie? Ja? Ja hoor. Daar. Kom dan binnen. Hallo. Hi. Ja, wij gaan vanmiddag boekwijd grutten maken, geloof ik, hè? Ja. Ja, ik heb wat voor je meegenomen. Ja, helaas. Het is niet de goeie. Oh, dat is niet de goeie? Wat dan? Alleen voor pannenkoeken. Voor pannenkoeken. Oh. Heb je zelf nog wel wat? Want ik heb zelf. Ik ben op zoek geweest naar boekwijd. Of dat echt bestond. Of dat hier verbouwd werd in Groningen. Maar ik kreeg te horen dat dat hier helemaal niet verbouwd werd. Nee. Maar vroeger wel? Vroeger wel. Ja? Ja. Want jij kent het van ik vroeger? Ik ken het van vroeger. Ja. Dus ik kom uit gezinnen van 12 kinderen. Dus het was armoede. Als er dan niks was, dan zei mijn moeder... morgen krijgen jullie boek bij grut. Ach, dus ja. Er waren een aantal bij die zeiden... Oh, wel, niet lekker. Dat hoef ik niet. Nou, laten we het eens gauw gaan proberen. Ik ben benieuwd hoe jij dat klaarmaakt. Ja. Wat gaat er allemaal in? Deze pak melk gaat erin. Een hele pak? Hele liter? Wat ga je verder doen? Ik moet nou eerst wachten dat het aan de kook komt. Nou, typisch Gronings dan? Dit is Gronings. Ja, dit eet men in de rest van Nederland niet? Nou, volgens mij niet. Nee. En hoeveel van dit boekwijd grut is dit ongeveer? 125 gram. 125 gram boekwijd grutten en een liter melk. Ja. Ja. Het lijkt me niet heel moeilijk, toch? Nou, je moet wel erg overdag weten dat het niet aanbrandt. Oh, kijk. Je moet blijven roeren. Hoe lang moet dit nou koken? 20 minuutjes. 20 minuutjes. En je blijven roeren? En blijven roeren. Ja. Zal ik ook even roeren? Ja, dat vind ik wel zo attent. Zoals ik bekijk, dan kan dat daar bijna ja? wel. Oké. Okay. Nou, het is klaar. Ja, het is klaar. Ja, onze spierballen zijn weer gekweekt. Ja. En ik ga nu naar Wigge, want die zal ook bijna wel beginnen, denk ik. Die staat ook te popelen. Om iets met boekwijd te gaan maken. Dus. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik ben ook heel benieuwd wat hij gaat maken. Ik heb geen flauw idee. Nee. Dan zien we jou straks. Ja. Goed zo. Over een uurtje of anderhalf dan kom jij met je pan boekwijd. En dan gaan jullie het van elkaar proeven. Ja. Tot ziens. Tot zo. Dag Wigger. Dag Ina. Ik kom net bij Ellie vandaan en ik ben nu hier. Ja. En wat gaan wij precies maken? Nou, Ellie die heeft een klassiek Gronings gerecht, boekwijd grutten, gemaakt. Wij gaan daar een variant op maken. Ja. En dat is eigenlijk wel een hele mooie uitdaging. Ja. Dus we gaan het volgende maken vandaag. Dat is namelijk een pannenkoek. Wat de ingrediënten waar we mee gaan koken. Ja. Boekwijd grutten. Boekwijd grutten is normaal heel erg grof. Dit is natuurlijk vermalen. We gaan daar een eitje doorheen doen.
als specialiteit viooltjes, viooltjes, likeur. Aha. Net rabarber uit de tuin gehaald. Mm. Dat is voor de zuur. Ja. Viooltjes is zoet, rabarber is zuur. Daarnaast hebben we uit de tuin pak sooi gehaald, jonge pak sooi, rode bietensla. En heel erg lekker erop is koriander. Wat een variatie. Viooltjes, ja. Koriander, rabarber, zoet, ja. Alle, ja, fantastisch. Maar heb ik nog iets moois wat we gaan doen. Dus dan gaan we namelijk het pannenkoekje gaan we bakken in gerookte koolzaadolie met roomboter. Mm. En daar gaan we mee beginnen. Omdat we op zo'n stelletje koken, beginnen we daar eerst mee. Een heel klein beetje koolzaadolie hierin te doen. Daarbij doen we een heel klein beetje roomboter. Want op petroleum koken blijft altijd... Ja, een uitdaging. Hè? Juist. Ja, ja. Dan gaan we onze eitjes erin doen. Heel klein beetje water. Dan melk van de boer. Mm. Hoeveel ongeveer? Gewoon, een half litertje. Ja, half litertje. De rabarber. Heel klein beetje. Oh, even bakken. Zo aan. Ja. Ja, pak een mooi kleine garde. Dan doen we steeds een beetje van die boekwijd. Kijk, dan wordt het steeds een beetje dikker. Ja. Een beetje van die viooltjes siroop in. Prachtig. Een oud Gronings product weer nieuw leven in blazen. Ja, absoluut. Beetje, We doen er toch een beetje peper en zout in. Ja, om een beetje hartig te maken. Ja. Ja. Kijk eens, het ziet er prachtig uit. Ja, hij wordt echt mooi lobbig. Ja. Nou, doen we een klein schepje in de pan. Zo. Ja. Wat we gaan doen is die mooie jonge paksoor gaan we op het bord leggen. Oh, ja. Daarbij doen we nog een klein beetje koriander. Dan een klein beetje van de koolzaadolie. Rauwe rabarber, de olie, viooltjes, leggen we daar weer omheen. Dan gaan we toch nog een beetje zout en peper terughalen. En het rode bietenblad daar weer tussen leggen. Wat we gaan doen. Kijk, zo maak je het ook heel mooi. Ja. Oh, prachtig. Ja. Last but not least gaan we een heel klein beetje hennepzaad nog over doen. Ja. Voor de krokantheid. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk alles in een gerecht. Zoet, zuur, zout. De boekweit van Grutten van vroeger. Dat is hem. Hartstikke mooi. Nou, dit ziet er heel anders uit dan wat Ellie heeft gemaakt. En hoe het smaakt. Ik denk dat ze elk moment kan komen. En dan gaan we het even van elkaar proeven. Super. Dan gaan we haar boekweit grutten op de oude traditionele manier proeven en jouw moderne variant. Fijn Ellie, dat je er bent. Ja. Was het een beetje makkelijk mee te nemen? Jawel. Boekweit grutten? Jawel. Nou, we gaan het testen, hè? Ja, zeker. We hebben twee totaal verschillende gerechten van boekweit grutten. Van vroeger en nu. Van vroeger en van nu. Hoe gaan we dit eten, Ellie? Hoe gaat met dit vroeger? Je schept er wat uit. Je doet een klontje boter en dan kun je kiezen uit bruine suiker of honing. Oké. Ik weet niet hoe dit gaat proeven. Ik ben heel benieuwd. Nou, heel benieuwd. Het is eigenlijk gewoon pap, net zoals Brinta. Ik moet zeggen, het smaakt me wel. Ja, het is ook een goede bodem voor als je naar het café gaat. Als je weer op stap gaat, dan zit er een goede bodem in. Nou, en nu gaan we dat voor jou proeven. Nou, pak er een, Ellie. Ik maak even een voor je maakt even voor Ellie. Ja, dat is helemaal mooi. Wat vond je nou het lekkerste? Wat heeft je voorkeur, laten we het zo zeggen? Ik zou persoonlijk dat niet meer. Nee. Jij gaat echt voor je eigen boekweit grutten. Ja. De traditionele ouderwetse. Ja. En wat vond jij van
De ouderwetse manier van boekwijdgrutten. Ik heb altijd respect gehad voor hoe mensen vroeger aten natuurlijk. Maar ja. Ik zou dit niet in mijn restaurant kunnen serveren, dus je praat echt over... Ja. Dit is restaurantwaardig. Ja. Dit, ja. En zo kun je dit niet serveren. Nee. Ja. Nou, wij zijn in ieder geval... alles heeft ons heel lekker gesmaakt. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.